Een soort vraag uit de andere kant stellen, uit interesse zeg maar. Over, je had het net ook over trauma's, hè? Ja. Ja, ik help mensen juist via healing die trauma's ja, op te lossen. En ik voel wel dat leidt juist naar waarheid. Want doordat je dus ziet dat je niet dat trauma bent, zie je weer wat je beter wat je wel bent. Wat jij dus denk ik vertelt van waarheid of zijn. Nou, ik wil het gewoon even delen ofzo. Omdat ik heel lang al die jaren bezig ben van hoe verhoudt zich dat nou, hè? Spirituele onderwijs noemt dat twee pijlers. En ik kan dat op de enkele manier niet goed onderscheiden, omdat ik merk dat het bij mij in ieder geval in mijn werk heel erg aan elkaar overvloeit. Goed, dat is hartstikke fijn. Okay. Dus degene die bij jou komt, die komt misschien om een deelprobleem op te lossen, maar heeft kans met iets anders in aanraking te komen. Okay. Top! En heel veel mensen zijn zo gefixeerd op een eventueel trauma, dat het handig kan zijn dat dat aan de kant gewerkt wordt. En misschien gebeurt er dan iets anders. Ja, okay. Dus ik zou daar maar niet te druk over maken. Okay. Ja. Zolang jij maar weet dat een trauma een relatief iets is en strikt genomen niks in de weg zit. Ja, ik bedoel, ik ben daar gewoon, ik zie wat er gebeurt en dan denk ik, ja, iemand is, gaat goed naar huis, dus dan ben ik, ja, wat is het dan, is het gebeurd zo. Exact, dat is goed. Okay, ja. Uitstekend, gewoon keep going. Okay, ja, hetzelfde geldt overigens als, dat bedoel ik minder flauw dan het klinkt, als hier iemand banketbakker is, moet je ook niet gaan zeggen van, oh shit, hoe zit het nou met brood bakken, want ja, dan moet ik niet eigenlijk waarheid verhandelen. Nee, gewoon lekker brood bakken. Weet je wel, en je hebt zelfs nog kans dat als je werkelijk in de zone bent, zal ik maar zeggen, dat het brood nog echt, lekker wordt. Dus alles heeft zijn plek. Alleen soms, voor alle duidelijkheid, ben ik heel stellig. Omdat er een hoop mensen zijn die een beetje net aan de verkeerde kant van de strijd blijven prutsen. Dus zijn er echt grote dingen in iemands leven, oké. Er zijn een tal van mensen, vakkundige mensen, die kunnen helpen om dat op te lossen. Maar je kunt jezelf niet naar de waarheid psychologiseren, healen, mediteren, whatever. It's not gonna happen. Dus op een gegeven moment moet je die overstap maken van die persoonlijkheid loslaten. En met zijn hebben en houden en zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En verhuizen naar van wat is echt en wat is waar. Als je vrij wil zijn. Als je dat niet wil, het is er toch maar een pretpark, doe wat je wil. Of beter gezegd, wat je niet laten kan. Dus iedereen die het gevoel heeft, er zitten niet al te grote emotionele dingen in de weg, timmer je vast gewoon op de waarheid. Iedere keer terug, terug, terug. Wat vindt gewaarzijn hiervan? Of nou en, nou en, nou en. Dat soort dingen, weet je wel. Zodat je die schijnfiguur opruimt. En vervolgens kan het heel interessant worden. Zoals ik al zei, heel veel van je voorkeurtjes en manieren van denken zullen gewoon gaandeweg of plotseling een verandering meemaken. En dat gaat weer reacties uit wat we onze sociale omgeving noemen opleveren. Sommigen zullen blij zijn met de verandering, de meeste mensen houden niet van verandering. Dat is ook een kenmerk van die namaak Eva, die alles houden zoals het was. Dus, you're in for a lot of fun. Nou, mooi. Volgens mij zijn we er wel zo'n beetje. Er zei iemand nog een hele belangrijke levensbepalende vraag. Hè? Ja. Kijk. Wat
een beetje bij die fase hoort waar ik nu zit, die onrust en zo, is een confrontatie met angst, dat ik zo'n beetje overal bang voor ben. En ik vraag me eigenlijk af, weet je, dat ik heb de neiging om daar te gaan zitten morren. En het feit is dat het waargenomen wordt. Ja. En ergens denk ik dat het beter is om iets met die angst te doen. Dan denk ik, als ik zo angstig ben, zeg maar, voor dingen, en ik vermijd ze dan ook nog, dan gaat het nooit beter worden. Ga je zo naar haar toe? Ja. Zit ze vlak bij? Zit hier ook niet voor niks. Maar, weet je, het is dus een beetje zo hink op twee benen. Aan de ene kant wordt het waargenomen. Dus wat zou ik eraan moeten doen? Maar er is ook nog een soort geloof dat ik er wat mee moet doen. Nou, dus ik zou zeggen, dan blijf het waarnemen en ga naar haar. En dan neem je dat ook waar. En misschien levert het iets op. Ja. En misschien niet, maar dat doet niet de zaken. Want uiteindelijk ben je puur gewaarzijn. En die krijgt nooit wat. Nee, dus het voelt ook een beetje stom om er iets mee te gaan doen of zo, aan de ene kant. Ja, maar dit is allemaal van de markt. Ja. Stom, niet stom, weet je wel. Het is weer gewoon een dualistisch spelletje. En that's not what you are. Maar een experimentje doen kan nooit kwaad. En in de tussentijd gewoon onthouden, wat ik al een paar keer vanavond gezegd heb, is dat we eigenlijk stelselmatig tegen het verkeerde ik zeggen. Ik ben de hele tijd bang voor dingen. Nee, ik ben gewaarzijn. Gewaarzijn is nergens bang van. Die fucked up mindfiguur, die is overal bang van. Ja, natuurlijk, want die is onecht. Ja. Vandaar dat de meeste mensen ook in hun kern, de meeste personen, zich niet goed genoeg voelen. Die voelen dat ze niet deugen. Los van dat sommigen ook gewoon niet deugen. Ja, dat kun je zo zien. Maar natuurlijk deugt het niet, omdat die figuur een constructie is. Het is vals. Dus ik vind het nooit een wonder dat mensen zich niet goed genoeg voelen en weet je wel, al dat soort dingen. Nee, natuurlijk niet. You're fake. En ergens is er een heel rudimentair stukje intuïtie bij iedereen. Die weet dat. Die weet dat ik een toneelstukje loop te spelen. Dat ik iets op loop te houden. Een muurtje heb gemetseld om een gat. Want er zit niks achter dat muurtje. Het is leeg. Weet je wel. En ik identificeer me met dat muurtje. En het moet verdedigd worden. En ik moet gelijk krijgen. En alsjeblieft hou van mij. Maar het is leeg. Het is fake. Dus natuurlijk ben je bang en not good enough. Zit het ook nooit mee ook. En het ego heeft echt alle reden om zich enorm bang te voelen. Ja, natuurlijk. You should be scared. It's fake and he's gonna die. En hij doet constant zijn best om de boel naar zijn hand te zetten en hij is always failing. Ja, soms lukt het. En eigenlijk weet hij dan dat het komt omdat de wind goed stond, maar hij claimt het, kijk mij nou. En dat voelt dan ook eigenlijk weer niet lekker. Hij kan het niet goed doen gewoon, het is echt sneu. Is het ego daar een reden voor? Nee, strikt genomen niet. Het is een vergissing. En die vergissing voelt zo sterk voor ons dat we ons daar constant mee associëren met die namaak-ik. En die moet overeind gehouden worden. Daarom in het begin, als we dat ons nog herinneren, waarheid, iets wat geen ondersteuning nodig heeft enzovoorts. Ego, let er maar eens op, heeft constant bevestiging en ondersteuning nodig. Every day, again and again. En als er een beetje kritiek komt, of als iets niet lukt of zo, weet je wel. Dat geeft al aan dat het een heel dubieuze constructie is. Want als dat ego, wat je denkt te zijn, echt was, dan stond het als een huis. Maar het wankelt bij het minste geringste. En
woordje verkeerd of een glaasje omgooien is al genoeg. En dan schaamrood naar de kaken. En dan kan ik een grond zakken. Of er valt iemand dood neer en dan zijn we geschokt. Nooit gehoord van dat sterven erbij hoort. Jezus. Wees blij, anders waren er 50 miljard van die hertenbak. Ze worden veel te oud. 70, klaar. Hup, volgende. Wat nou vergrijzing? Daar weet ik wel raad mee. Volgend jaar ga ik dus een nieuwe politieke partij opnemen. En in het eerste jaar gaan we de vergrijzing oplossen. Ik heb er helemaal zin in. 70 min. Ja, 70 min. Daar heb ik ook mee. Dus, hou de website in de gaten. Deze diepgaande spirituele boodschap. Hartelijk bedankt. Ik ga even op.